Dat blijf je altijd trekken, hè, weet ja, je. Ja, dat vind ik zo geweldig. Ik bedoel, als je nou 5 minuten naar die zee kijkt, dan denk je, ja, dit is dus al een paar duizend jaar zo. Waar maken we ons eigenlijk druk over? Je hebt heel veel gedaan. Ik heb het in de introductie al gezegd. 35 jaar lang heb je Nederlandse televisie gemaakt. Heel bijzonder. Je hebt boeken geschreven. Ja. Waarvan ik één boek even uit wil lichten. Dat is Kind van de Feiten. Dan kom ik dus weer op jezelf blootgeven in een boek. Dat heb je ook gedaan. Ja. Dan schrijf je bijvoorbeeld over de dingen die je hebt meegemaakt als verslaggever van Hier en Nu. Ja. Dat heb je echt gewoon in het midden van brandhaarden gezeten. Ja. Je hebt de meest bizarre dingen gedaan. Ja. En over je nieuwe blad. Ja. Catherine. En wat is nu je vraag? Mijn vraag is, jouw blad, wat vind je wat dat toevoegt? Kun je je voorstellen dat mensen denken van... Ja, want dat zei ze ook tegen mij. Moet zij zo nodig? Ja, moet zij zo nodig. Ja, oké. Maar hebben ze ook gezegd toen ik een tv-programma begon. En toch keken er 1 miljoen mensen. En toch kopen er 100.000 mensen dat blad per maand. Dus dan denk ik, nou, blijkbaar toch behoefte aan. Ja. He, ik probeer een soort mix te maken van zware informatie met mode en praktische dingen als tuin. Ik probeer altijd betrokken en betrouwbaar te zijn. En dat probeer ik ook in dat blad uit te stralen. Nou, en blijkbaar werkt dat. Maar dat met dat blad ook. Hè? Dus veel mensen zeiden bijvoorbeeld van, nou, Catherine, hè, dan moet ze weer bij Max... Werd ook een beetje degen, ja, een altijd, beetje oudbollig. Ja. Over. Is dat voor jou dan een extra stimulans om te laten zien van, hey, hallo jongens. Ja, zodra iedereen, kijk, dat is eigenlijk een beetje de story of my life. Bij alles wat ik deze, iedereen, dat kan niet. Ontbijttelevisie in Nederland, dat kan niet. Middagtelevisie in Nederland, dat kan niet. Nee. Dat heeft geen kijkers. Een talkshow, een dagelijkse talkshow in Nederland, dat kan niet. Daar zijn geen mensen voor die daar elke dag willen komen. En dat publiek krijg je niet. En noem maar op. Nou ja, ik heb gewoon bewezen dat het wel kan. Dus dat is natuurlijk wel lachen. Ja. Ik heb je ook wel eens horen zeggen. Dat je zei van... Je moet je voorstellen dat je 80 bent. En dan eens terugkijken op je leven. Nu ben je geen 80. Nee. Nu ben je 60. Kijk nou eens vooruit. Wat zou je nou... En kijk nou eens niet terug, maar kijk nou eens vooruit. Wat zou je nou nog... Heb je eigenlijk alles al gedaan wat je zou willen? Ja, ontzettend graag zou willen doen is 1 keer in de week een opinierende talkshow. Dus zeg maar terugkijken op wat er die week gebeurd is. En dan met elkaar proberen er zo een beetje filosofisch over na te denken. Dus niet meteen te roepen, oh, dat is helemaal shit. Of dit is fantastisch. Nee, probeer je mening te vormen nadat je goed geïnformeerd bent. Door mensen die er echt wat meer van weten en zo. Daar heb ik zelf als kijker ook enorme behoefte aan.